het laatste inzicht dat ik wil meegeven is het vijfde inzicht dat ik wil meegeven. Hoe dat je kunt omgaan met iemand die te veel drinkt, is eigenlijk om hem eigenlijk ergens te gaan confronteren. Dat is geen gemakkelijke, maar wat je altijd kunt doen is als er iemand zat is, dan kun je hem bijvoorbeeld filmen, kun je foto's van trekken en dan op een of andere manier de komende dag of de volgende dagen dat tonen aan hem. Het is een beetje een confronterende manier, maar ik ben eigenlijk vooral gestopt met drinken doordat ik mezelf gezien had op televisie. Ik vond mezelf echt dat ik laag gevallen was en door die confronterende beelden heeft mij dat echt aan het denken gezet. Dus als er iemand zat is of als er iemand die twee dronken heeft, probeer er foto's van te trekken, te filmen. Hey, je moet ook opletten dat je het niet te veel ziet en zo, maar vaak als mensen dronken zijn, dan let ze er niet echt niet meer op. Maar probeer hem te confronteren op een of andere manier. En als hij dan ergens klaar is voor de confrontatie, dan heeft hij altijd twee mogelijkheden. Ofwel één, gaat hij effectief de kracht in zichzelf vinden om iets aan zijn probleem te doen, of om bijvoorbeeld naar mij te komen, of een boek te lezen van Alan Carr. Ofwel gaat hij verder gaan in zijn eigen rol. Dus probeer mensen te filmen of zo op een of andere manier en probeer ze te confronteren. Maar vaak is dat niet echt super makkelijk.